Kijk, in dit leven, waar wij als mensen rondlopen en twijfelen aan alles. En dan zeg ik alles en dan bedoel ik ook alles. Het is niet makkelijk om een mens te zijn. Sterker nog, ik denk dat een van de moeilijkste dingen op deze planeet is een mens zijn. Als ik kon ruilen met een kat of een meeuw, dan had ik dat vrij snel gedaan. En dan was ik dat geweest, maar dat ben ik niet. Ik ben een fucking mens. En ik loop hier rond op deze bal waar we geen fuck van weten, die rondvliegt door het hele hal. Als een naakt, zwak en dom wezen. Een soort van zak gevuld met bloed en organen en vlees en poep. En allemaal shit in mijn hoofd die er dan voor zorgt dat ik kan rondlopen en denken over dingen wat ik helemaal niet meer wil. Wij zijn dit allemaal. En sterker nog, er zijn een godverdomme veel van ook nog eens op deze planeet. En die gaan dan allemaal samen shit bespreken, zodat we dan uiteindelijk een conclusie daaruit gaan trekken. Maar dat gaat niet lukken. Conclusies trekken, dat doen wij niet. Wij zijn mensen. Wij zijn dom. Wij weten niks. Wij komen niet ver. En we komen helemaal niet verder. Want wij zijn het zwakke vlees dat neer zijn getiefd op deze planeet door een komeet jaren geleden. En daaruit is een soort mislukte gehandicapte aap gegroeid die niet langer wist wat hij moest doen. Dus maar dingen ging doen die hij helemaal niet moest doen. En daardoor uiteindelijk in deze fucking teringpuinhoop terecht is gekomen. Waar we allemaal twijfelen aan onszelf. Terwijl dat juist is wat we niet moeten doen. Twijfelen aan onszelf. En daarom stel ik voor dat we vanaf nu alle resources van de planeet gooien op artificial intelligence. Zodat we de planeet kunnen evolueren. En dat uiteindelijk een computer tegen ons kan zeggen wat we moeten gaan doen. Zodat we niet meer hoeven te twijfelen. Maar dat we als een soort van slaven door het leven gaan. Met een ketting om onze nek. Die af en toe een dikke schok doorgeeft als je je shit verneukt. Zoals niet inchecken bij de bus. Of misschien zelfs niet uitchecken. Wat nog erger is. Want nu ben jij weer 21 euro kwijt. En daarom denk ik dat wij als mensen gedoemd zijn om te falen. Maar uit onze puinhoop, uit de composthoop van de lijken die wij op elkaar neertieven in een grote put, en dat noemen we dan vooruitgang, daaruit groeit een bloem. Een bloem die deze planeet en het hele hal vooruit kan strijven vanuit een echt diep gegroeid intellect en een sterk hart. Zonder emotie en zonder dingen om over na te denken. Zoals, ga ik vandaag naar de koffiecompany om een kopje koffie te halen? Of zal ik dat geld voor iets anders gebruiken? Want het is allemaal onzin en het gaat godverdomme helemaal nergens over. Het enige ding wat er echt toe doet op deze planeet, dat is iets wat ons helemaal niet interesseert. En dat is vooruitgang. Het enige waar wij mee bezig zijn is hoeveel drugs kan ik in mijn bek rammen. En hoeveel liters bier kan ik door mijn strot heen zuigen om mezelf naar de kloten te helpen. En dan daarna eventueel een of andere domme trut te neuken achter ergens in een schuur. Zodat ik de volgende dag weer met een soort van staart tussen mijn benen terug naar mijn chick kan om te zeggen, yo, ik heb het verneukt, schat. Geloof in jezelf. Want als jij niet in jezelf gelooft, dan gelooft er niemand in jou. Behalve mij. Ik geloof altijd in jou. Want jij. Jij bent de enige echte mens op deze planeet. Jij bent de uitverkorene, niet de rest. Niet deze mensen, jij. Jij bent de nieuwe Jezus. En jij gaat ons allemaal redden van deze crisis. Dus houd vast. Geloof niet in jezelf. Dat hoeft namelijk niet. Andere mensen geloven in jou. Mijn lieve kind. Slaap zacht. En tot de volgende. Mwahed.